Goed kunnen lezen en schrijven. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar toch geldt dit niet voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat 1,5 miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd zijn en dat veel kinderen een taalachterstand hebben. Ook in uw gemeente. Ze hebben moeite met lezen en schrijven of kunnen het helemaal niet. Lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden om goed te functioneren in de samenleving. Laaggeletterden ondervinden daarom grote problemen, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan, het contact leggen met instanties, het invullen van formulieren, het werken met de computer en het lezen van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Maar wat betekent het voor uw gemeente dat een grote groep inwoners niet volwaardig kan participeren in de maatschappij? Uw gemeente kan een sleutelrol spelen in het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Maar waar begint u en hoe pakt u het structureel aan? Wat zijn de resultaten? Ik ben onafhankelijker en gelukkiger geworden door de cursus, absoluut. Ja. En meest belangrijk, wat is uiteindelijk de maatschappelijke winst voor zowel de gemeente als uw inwoners? Als antwoord op deze en tal van andere vragen is het startpakket Taalkracht voor Gemeenten ontwikkeld. Taalkracht voor Gemeenten helpt u op weg bij een krachtige aanpak van laaggeletterdheid. Heel graag was ik vandaag bij u aanwezig geweest bij uw congres. Maar op dit moment ben ik op weg naar een zaal met 1500 kinderen, waar we samen met 15.000 kinderen uit het hele land proberen het nationaal record simultaan lezen te breken. Het zal u niet ontgaan zijn dat het de week van de alfabetisering is. Taal en alfabetisering staan deze week centraal. Daarom zijn we zo blij dat ook uw congres vandaag aandacht besteedt aan dit belangrijke onderwerp. Honderden activiteiten vinden plaats rondom verschillende aspecten van alfabetisering over het hele land. Het kan zijn rond voorkomen onder kinderen, maar ook het verminderen onder volwassenen. Maar u speelt een sleutelrol in de aanpak van laaggeletterdheid. Waarom? Alfabetisering is geen onderwerp erbij. Lezen, schrijven, rekenen staan aan de basis van hoe we in het leven staan en hoe we functioneren in de samenleving. Dus zonder alfabetisering geen duurzame participatie. Anders gezegd, alles wat u wilt bereiken met de inwoners van uw gemeente bereikt u beter en efficiënter door alfabetisering centraal te stellen en een integraal onderdeel te maken van uw beleid. Dank voor uw betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp en ik wens u een inspirerende bijeenkomst. Taalkracht voor gemeenten. Maak er uw kracht van.